De herdenking van de 8 december moorden zal dit jaar heel anders geschieden. Dit vertelde de advocaat van de nabestaanden, Hugo Esset, gisteren aan journalisten. Hij sprak de media na afloop van een gerechtelijke plaatsopneming in het Fort Zeelandia. De jurist merkt op dat de herdenking van dit jaar in het licht zal zijn van de berechting en gevangenneming van hoofdverdachte Daisy Boutersen. In dit verband kan ik erop wijzen dat de herdenking die op 8 december aanstaande gehouden wordt, georganiseerd door de Organisatie voor Gerechtigheid en Vrede in de Sint-Alfonsuskerk, op 8 december in het thema als thema heeft: na 40 jaar berechting en bestraffing, ter accentuering van dat de enige manier kan zijn om gerechtigheid te brengen in deze. En wij gaan daarvan uit. Ik heb nog geen gedeelte gemist, maar is er een volgende zitting? Ja, op 16 december om 9 uur zal er in de Hannelurkenstraat een zitting zijn waar aan de orde is nader verhoor van de verdachte. Esset verklaart dat de nabestaanden geloven dat de afhandeling van het proces na ruim 40 jaren tot een definitieve eind zal komen. De bedoeling is dat gerechtigheid geschiet, meent de rechtsgeleerde die de nabestaanden al jarenlang juridisch bijstaat. Als het van de nabestaanden afhangt, niet lang meer. U weet, dit is het laatste proces, het hoger beroep. De indicaties zijn dat er nog een 3 of 4 zittingen zullen zijn en dat er dan vonnis komt. Dat is dus te verwachten aan het einde, zeg maar, van het eerste kwartaal van 2023. En dan zal bestraffing moeten plaatsvinden. Daar gaan wij van uit. Omdat het niet kan en niet zou mogen kunnen dat na 40 jaar er eindelijk berechting heeft plaatsgevonden en dat er dan geen bestraffing plaatsvindt. Wij gaan ervan uit dat die bestraffing zal plaatsvinden. We hebben de president van de Republiek enige weken geleden op de radio horen verklaren dat hij ervan uitgaat dat als de mensen veroordeeld worden, dat de gevangenneming zal plaatsvinden. Esset zegt dat de nabestaanden ook ervan uitgaan dat de gevangenneming van Boutersen moet plaatsvinden en dat de zaak afloopt. Boutersen benadrukte bij de laatst gehouden zitting dat hij honderden jaren achter de tralies geplaatst mag worden als hij daadwerkelijk schuldig is.